Uh, Johan Walem, we starten opnieuw met het gedeelte na nieuwjaar. Um, ja, hoe uh, is de break verlopen? Zeer goed denk ik. En vooral uh, we hebben zeer goed werk. Dat hebben we ze laten zien op training vanaf de eerste dag. En ik hoop dat uh, zaterdag uh, ik zal opnieuw die inzet zien, die mentaliteit en uh, uh, die nieuwe spirit. Weet ik. Ja, het was echt wel belangrijk om er toch wel even uit te zijn. Hè? Ik denk het wel, na vier of vijf wedstrijden dat we hebben verloren. Dat was moeilijk voor iedereen, denk ik. En uh, ja, dat heeft het gedaan. Uh, hoe belangrijk was de stage dan uh, in dat verhaal? Zeer belangrijk, zoals altijd. Uh, en daar hebben we zeer goed gewerkt. Qua ook over de groep, de groepmentaliteit. En uh, ik vind dat zeer positief. Ja, um, met de groep uh, zijn er ook een aantal dingen gebeurd die, die ze samen gedaan hebben? Ook. Ja, een paar activiteiten. Uh, dat doet altijd deugd en uh, ik denk dat uh, ze dat nodig hadden ook. Nu, er is ook een nieuwkomer bij, bijgekomen, Xavier Mercier. Uh, welke soort speler is dat? Dat is een de middenvelder uh, met, uh, ja, met uh, verschillende kwaliteiten. Maar uh, ik hoop dat hij uh, onmiddellijk klaar zal zijn. Want, uh, je weet nooit met een transfer hoe hij reageert. Uh, nu zijn een aantal spelers vertrokken ook. Uh, het is een beetje een hernieuwde kern. Je zei vroeger dat ja, het is heel moeilijk om met 28 spelers uh, uh, naar wedstrijden toe te werken. Dat zal nu beter lukken ook? Ja, dat, heeft, ay, dat is niet zoveel veranderd. Hè. Maar uh, we zullen ook zien de, de, de volgende twee weken wat zal gebeuren. En uh, we werken op een andere manier. Hè. Dat is juist. Nu de match tegen Leuven, een, een belangrijke wedstrijd. Belangrijk dat we daar toch punten kunnen pakken. Dat is de bedoeling, elke wedstrijd om punten te nemen. Uh, en vooral die eerste twee wedstrijden nu zijn zeer belangrijk.